Leren is niet leuk. Het is lastig, want het confronteert mij met mijn tekortkoming. Als ik mij alleen gemakkelijk wil voelen, dan kan ik per definitie niks leren. Want dan leer ik iets wat ik al weet. Dus als een klas daar heel interessant, leuk zit amuseren, dan zou ik mij zorgen maken. We moeten terug naar die kern van het leren. En zorgen dat alle secundaire fenomenen die we gecreëerd hebben om kinderen daartoe aan te zetten, eigenlijk zouden moeten verdwijnen. Ik zou het prettig vinden als leraren in stille opstand zouden ontwikkelen. Een kleine revolutie om dat systeem langzaamaan onderuit te halen. Damiaan, we gaan het vandaag hebben over angst bij leerlingen. We weten uit onderzoek, 4 op de 10 leerlingen in het secundair onderwijs heeft een probleem met die angst. Ja. Hoe komt dat? Eerst wil ik zeggen dat die beleving reëel is. Want als je daar iets over vertelt, dan ligt ook wel heel gevoelig. Dan denken mensen, het wordt niet ernstig genomen. Dus ik denk zeker dat de beleving reëel is. Mm-hmm. Ik heb een beetje het gevoel dat het ook wat gekunsteld is. En gekunsteld in de zin dat we het onszelf aandoen. Dus dat het niet een oorsprong heeft in een reële vrees of iets waar we bang moeten voor zijn, maar eerder in een soort van onvermogen, in het feit dat wij aan de ene kant een ambitie nastreven die te ver gaat, die we niet kunnen volmaken, en anderzijds ook een onvermogen om tekortkomingen te kunnen accepteren. We mogen niet meer falen, als het ware. Ja, we mogen niet meer falen. Alles moet goed zijn, alles moet goed gaan. En dat is denk ik wel een typisch fenomeen van onze tijd. Ja. Daardoor ontstaat er dus angst, maar u stelt toch ook dat die angst niet per se problematisch hoeft te zijn? Integendeel. Nee, inderdaad. Bij angst, we hebben daar een beetje een raar soort van verhouding mee. We houden niet van angst. Hè. We zien het als iets slechts, iets dat zo snel mogelijk moet verdwijnen, omdat het een heel ongemakkelijk gevoel is. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat de bedoeling. Angst moet ongemakkelijk zijn, moet vervelend zijn, moet ons aanzetten om te handelen. Als je op een andere manier naar angst kijkt, en niet alleen als een slechte emotie, maar iets dat ons helpt om ons tot onszelf en de wereld te verhouden, dan kan angst iets heel positiefs worden. Ja. En ook iets dat ons helpt om te leren. Want daar zijn we ook bang voor, hè? Absoluut, ja. Ik denk dat het zelfs dat je niet kan leren zonder angst. Dus dat als je echt wil leren, dat je door een bepaalde vorm van angst moet. Dus het is een voorwaarde om te leren. En waarom is dat zo? Omdat leren is per definitie iets eigen maken wat je niet kent. Als je iets leert wat je al kent, dan is het geen leren. Dus je leert iets wat volstrekt nieuw is. Je kan een bepaalde soort van kennis leren. Je kan een activiteit leren, je kan bijvoorbeeld leren zeilen. Of je kan een bepaald soort van sociale eigenschap leren, leren samenwerken met andere mensen. Dat is per definitie nieuw. Want als je dat allemaal zou kunnen, dan weet je het al, dan hoef je niet te leren. Maar op het moment dat je dat leert en het is nieuw, dan voelen we ons heel ongemakkelijk bij. Dat kan ook niet anders. Als ik moet leren samenwerken, ja, dan maak ik fouten. Dan gaat mijn faal opstaan, soms gelijk uit, soms ga ik te ver, soms ga ik te weinig ver. Elke vorm van leren veroorzaakt angst, omdat we 1. Niet weten wat er gebeurt en ook omdat we als persoon veranderen. Met andere woorden, als je iets begrijpt, dan verandert de wereld en verander jezelf. En daar zijn mensen bang voor. Stel dat ik weet dat de aarde, als ik eerst dacht dat die plat is en daarna neem ik aan dat die rond is. Die kennis, die verandert mij. Verandert mijn wereldbeeld, verandert wie ik ben. En voor sommige mensen kan dat heel lastig zijn. Ja, dat klinkt niet echt zo bevorderend om graag te leren. Wel, dat is misschien ook wel het drama van onze tijd, dat alles leuk moet zijn. Mm-hmm. Dat is, ja goed, al vaker beschreven. Mm-hmm. Maar we hebben een soort van rare neiging om alles leuk te moeten maken. Mm-hmm. En daarom valt leren af. Leren is niet leuk. Ja. Het is vervelend. Het is lastig, want het confronteert mij met mijn tekortkoming. Het confronteert mij met het feit dat ik iets niet kan, iets niet ken, iets moet doen. Mm-hmm. En die fase die is uitermate belangrijk. Maar er is wel een maar. Want als je uiteindelijk iets geleerd hebt en je begrijpt het, dan is er wel een soort van genot. Dan komt er een soort dan van komt het geluk. Bevrediging. Ja, en die maakt dat mensen heel graag leren. Begrijp ik het dan goed dat het eigenlijk niet goed is als leerlingen helemaal op hun gemak in je klas zitten, dat je eigenlijk moet een beetje dat oncomfortabele, dat angstige gevoel, dat er eigenlijk moet zijn om tot leren te kunnen komen? Ja, absoluut. Het is als een klas daar heel
interessant, leuk ziet, zich iets amuseren, dan zou ik mij zorgen maken. Je moet worstelen, je slecht voelen, bang zijn, onzeker, omdat dat proces van nieuwe dingen leren dus gepaard gaat met die verandering. Het is interessant dat in onze samenleving het zo lastig vinden om dat te accepteren. Dus misschien is het voor leerkrachten ook heel moeilijk om te aanvaarden dat die klas worstelt en het niet goed kan en het niet graag heeft. Maar dat is iets wat we zullen moeten aanvaarden voor zo'n klas in het algemeen, maar ook als kind als we iets willen leren. Is er geen risico dat dat voor sommige leerlingen dan beklemmend wordt, dat zij blokkeren door te veel angst? Ik geloof het niet. Ik denk dat als men in een situatie is waar je in een goede atmosfeer die ontdekkingstocht kan doen, dan kan je eigenlijk heel veel ongemak verdragen. Dus je zou moeten kinderen aanzetten om zo ver mogelijk te gaan. Om zo ver mogelijk te gaan in het leren, in het begrijpen. En ik herinner mijzelf als persoon, volgens mij de episodes waar ik het meest heb afgezien, dat ik uiteindelijk het meest geleerd heb. Je zou dan zeggen, ja, leerlingen moeten zich toch rustig voelen, moeten zich goed voelen om te kunnen leren. Maar dat is niet per se in tegenspraak voor u dan? Het is helemaal niet in tegenspraak. Je moet je wel bevinden om de angst te accepteren die zich zal voordoen in de episode waar je leert. En dus met andere woorden, als jij voor de eerste keer het water in duikt, dan ga je dat natuurlijk niet zomaar doen. Je bent daar bang voor, je moet aangemoedigd worden. Dus iemand moet een atmosfeer scheppen, een veilige atmosfeer, waar je de kans krijgt om de angst te ervaren die gepaard gaat met de eerste keer een duik nemen. En dat is de hele paradox. Dus het moet niet veilig zijn om het veilig te maken. Het moet veilig zijn om het zo onveilig mogelijk te kunnen ervaren. En hoe kan je dat concreet doen als leerkracht of als ouder? Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe kan je zorgen dat je kind open staat voor die verandering, daar niet bang voor is of dat die angst oké is? Ik denk, omdat kinderen van nature heel nieuwsgierig zijn, is dat per definitie iets dat heel gemakkelijk is. Mm-hmm. Want ik denk dat als je het over de essentie van leren hebt, eigenlijk een kind niet angstig is. Of eigenlijk niemand. Ja. We zijn angstiger om andere dingen. Niet omwille van het leren, maar omwille van de verwachtingen die geschapen worden bij dat leren. Ja. We zijn bang omdat we niet zullen voldoen. Omdat het niet snel genoeg gaat. Omdat we te weinig punten halen. Omdat anderen het beter doen. Omdat ik het misschien ondanks mijn inspanningen toch niet ga halen. En zo verder. Dus de angst die gepaard gaat met het leren, en die zorgt voor die burn-out en stress, heeft eigenlijk veel meer te maken met de manier hoe wij dat vormgeven, dat leren, dan met het leren zelf. Dus mijn boodschap zou zijn, we moeten terug naar die kern van het leren. Mm-hmm. En zorgen dat alle secundaire fenomenen die we gecreëerd hebben om kinderen daartoe aan te zetten, eigenlijk zouden moeten verdwijnen. Of die zou je minder belangrijk moeten achten. Ja. En kan je als leerkracht daar signalen van opvangen? Dat je voelt van, die leerling blijft hier steken in die angst? Ik denk dat het belangrijk is dat leerkrachten, maar goed, dat doen ze waarschijnlijk sowieso, iedere keer opnieuw naar een kind afzonderlijk kijken. Mm-hmm. En dan proberen te achterhalen waar die angst zit. Dat is denk ik de eerste stap. Hè. Heeft het iets te maken met het falen? Heeft het iets te maken met verwachtingen van de school, van de ouders? En als je kan detecteren waar die angst zit, dan kan je eigenlijk heel gericht proberen kinderen te helpen om daarover over te komen. Door gewoon te steunen of bepaalde dingen te relativeren. Ja. Door misschien te zeggen dat die punten helemaal niet zo belangrijk zijn, maar dat de mogelijkheid om te kunnen leren veel belangrijker is. Maar dat is een heel andere manier van denken. Dat is lastig natuurlijk in een structuur en een samenleving die compleet op het andere gericht is. Mm. Want alleen degenen die succesvol zijn, worden beloond. Dus ik zou het prettig vinden als leraren een stille opstand zouden ontwikkelen. Een kleine revolutie, een soort van zachte revolutie, om dat systeem langzaamaan onderuit te halen. Volgens mij is het niet heel effectief. Mm. Focus de scholen volgens u dan te veel op het weten en te weinig op het begrijpen? Ja, ik denk het wel. Ja, dat is traditioneel natuurlijk. We willen ook een maatstaf om te toetsen of iemand voldoet. En wij gebruiken daarvoor het weten en niet het begrijpen. Mm-hmm. Het begrijpen is heel lastig te achterhalen. Maar het heeft volgens mij wel een groot negatief effect. Dus je moet eigenlijk echt naar die intrinsieke motivatie gaan en die zit net in dat begrip. Ja, en het is ook natuurlijk zo, je kan niet begrijpen zonder te weten. Het is onmogelijk, want dat zou een te makkelijke. Dus je moet iets weten om te kunnen begrijpen. Mag daar niet stoppen. Ik denk dat men kinderen meer zou moeten aanmoedigen om dat punt van dat begrip te zoeken.
En dat ligt dus voor iedereen anders. Dus het lastige aan een school is, dat stop je gewoon 20 kinderen bij elkaar. En die moeten elke keer, volgens een bepaalde sequentie, dat punt van begrip op dezelfde tijd ervaren. Ja, dat gaat natuurlijk niet, want iedereen heeft andere hersenen, andere vorm van begrip, andere vorm van leervermogen. Dus men zou iets flexibeler moeten omgaan met dat begripspunt. Mensen daartoe moeten aanzetten om dat te bereiken, maar dan ook wel accepteren dat het bij de ene heel snel en bij de andere heel traag kan gaan. Het is bijna een andere schoolcultuur die je dan moet... Een andere schoolcultuur, maar het is toch niet alleen de school. Ik denk dat het probleem ook dikwijls bij de ouders huist, want zij zijn ook heel ambitieus voor hun kinderen. En ook een samenlevingscultuur. En we kunnen heel snel nu ons vergelijken met anderen door die hele social media. Nou, dat kan je niet in één klap veranderen, dat zal altijd zo blijven. Maar we zullen moeten kinderen leren daarmee om te gaan. Met het feit dat die social media er is, met de verwachtingen. En daar zou misschien ook wel wat meer tijd aan moeten besteed worden in de school, in het zelf. Een soort van één uurtje psychologisch onderricht, hoe onbelangrijk dat allemaal is. Ja. Ja. Dan moeten we vanaf nu dus niet meer bang zijn om bang te zijn, als ik dat mag samenvatten. We zullen nooit moeten bang zijn om bang te zijn.